Zo, het is weer surprise tijd. Althans, bij de ouders van mijn vriendin noemen we altijd surprises met kerst. Geen idee waarom, maar blijkbaar is dat zo. En nu heb ik de vriendin van de broer van mijn vriendin getrokken. Dus daar moet ik eigenlijk een cadeautje voor kopen, maar ik maak altijd iets, want dat vind ik leuker. En zij is illustrator en haar kalender hangt altijd bij ons aan tafel. En toen dacht ik, oh ja, en ze is ook nog zwanger. Dat was ik even vergeten. Nee, dat was ik niet vergeten, maar vergeten te melden. Toen dacht ik, hoe leuk is het als ik iets maak met iets van haar tekeningetjes. Nou, dit is bijvoorbeeld één. En dit is er nog één. Maakt niet uit. Deze vind ik super leuk. En ik dacht, als ik hier nou een soort lampje van maak. Een nachtlampje voor de toekomstige kleine. Hoe leuk is dat als dat dan van zijn of haar moeder een tekeningetje wordt? Daar gaan we even iets op dokteren. Kijkers. Nog een tip van de week. Als je nou... even omhoog in de camera. Tip van de week tijd. Als je nou de omtrek van deze cirkel wil berekenen. Dat kan natuurlijk met pi en dat soort dingen. Of je kan heel moeilijk een rolmaat eromheen buigen. Wat ook niet kan. Maar je kan ook gewoon ergens een streepje zetten. En dan zet je hem op je werkbank. En dan laat je hem een rondje draaien. Totdat het streepje weer op de tafel komt. En dan weet je dat de omtrek 95,5 is.
Oké, ik dacht ik bespaar dus even tijd. Ik doe het gewoon heel dik in één laag de verf. Alleen, dan gaat hij dus af en toe na een tijdje, gaat hij een beetje zakken. Dus ik blijf er een beetje bij staan met mijn roller. En dan haal ik zo die zakken eruit. En in de hoop dat hij op een gegeven moment droogt. Ik heb hem even boven de verwarming gezet. Het is natuurlijk veel te koud eigenlijk. Nou, de verf is niet gaan hangen. Alleen heb ik blijkbaar wel een roller gebruikt die helemaal vol met stof zat. Oh jeetje. Ja, wie gaat er ook in zo'n werkplaats denken dat hij dat even nog 's avonds laat kan rolleren? Zie je dat? Al die spikkeltjes? Dat is allemaal stof. Ik heb alleen geen tijd meer, denk ik, om het te schuren en nog een keer te doen. Misschien kan ik het er nog wel een beetje uitpoetsen. En anders zeg ik gewoon, is mooi, is relief. Nou ja, maakt niet uit. En ik was nog vergeten om er een aan-uitschakelaar. Dus ik ga hier nog een gaatje naast boren, zodat er een mooie schakelaartje nog onder kan. Even kijken. Kijk, zo eentje. Die komt er nog mooi in. Oké, ik heb het lampje even bij de kachel drogen. Want omdat ik hem in één keer zo dik gelakt had, wil hij echt niet drogen. En hij moet toch ingepakt worden voor de surprise. Ik vind hem wel echt leuk geworden hoor. Wat altijd begint bij mij als even 3 seconden iets maken, loopt altijd een beetje uit de hand. Hè? We hebben het tenslotte over een kerstsurprise. Maar ik ben er wel blij mee, want ik vind hem echt leuk. Hij heeft hier nog een half maandje licht. En dat bollen was eerst ook niet de bedoeling. Maar dat is gekomen omdat ik hem dacht ik wals hem even recht. En toen werd hij een beetje krom. En toen vond ik dat eigenlijk veel mooier. Ja, leuk hoor. Ja, dit is niet echt helemaal hoe het hoort. Hè? Ik hang hem maar even in zijn droge positie. Ja, met het knopje. Ik vind het leuk. Ik hoop dat de verf een beetje droogt. Lampie! Met de krans van de kerstkaart. Oh, zo schattig. Oh, een muurlampje gemaakt voor de babykamer. Oh, mooi. Echt heel mooi.